Arnhem heeft een duurzaam fietspad naast Sportpark Schuytgraaf. Het fietspad is niet gemaakt van asfalt, maar van het meer duurzaam geproduceerde grasveld. Met het fietspad zet de gemeente een stap naar een meer circulaire ruimte. RTV Arnhem was bij de opening van het fietspad en sprak met wethouder Ronald Paping en Bart Lozen, directeur van NTP Infra Zevenaar, die het fietspad aanlegden. Arnhem is een fietsstad. Ik ben zelf ook een fietser. Ik rij ook geen auto. En ik ben, ook als hobby heb ik fietsen, dus ik ben blij met een stukje nieuw fietspad. Milieuvriendelijk fietspad. Nou, dat is wel heel bijzonder. Dit fietspad is voor een groot deel met olifantengras gemaakt. En voor de rest met asfalt wat hergebruikt wordt. Dus dit is echt een circulair idee. Hè, dat je de cirkel rond hebt. Minder CO2 ook gebruikt. En ik denk dat dat toch echt de toekomst is. Hoe belangrijk is dit voor Arnhem? Ja, voor Arnhem is het heel belangrijk. Wij willen innovatie, ook op het gebied van energie. Ook op het gebied van duurzaamheid. En dit is een heel mooi project waarmee we kunnen laten zien dat wij in Arnhem echt voorop lopen op dit soort gebied. En ik hoop dat heel veel andere plekken in Nederland dit voorbeeld zullen volgen. Want dit is echt de toekomst. Het bijzondere aan dit fietspad is dat er geen asfalt, maar grasveld gebruikt wordt. En lignine in plaats van bitumen. Kunt u dat uitleggen? Traditioneel is het bindmiddel van asfalt is bitumen. En wij kunnen dat bitumen dus vervangen door lignine. Lignine heeft dezelfde plakwaarde, dus bindwaarde, als bitumen heeft. Alleen het verschil is dat bitumen wordt gewonnen uit aardolie en lignine wordt gewonnen uit de natuur. Is het fietspad op zich al milieuvriendelijker? Daardoor is het fietspad milieuvriendelijker. Doordat wij dus geen olieproducten of bitumen gebruiken uit olie, maar uit de natuur. En daarmee is het natuurvriendelijker. Ja. Daarnaast is het ook nog zo dat de helft van het asfalt is hergebruikt asfalt, dus oud asfalt. Met dit fietspad zet u een nieuwe stap naar een meer circulaire openbare ruimte. Ja, dat klopt. Wij zijn natuurlijk op zoek naar circulariteit. Dus hoe kun je producten weer een nieuwe levensfase in? En dat is één wat we doen, dus met hergebruik van oud asfalt. Het tweede wat we doen, is dat we grondstoffen gebruiken die hernieuwbaar zijn. Dus die lignine is binnen 75 jaar weer opnieuw tilbaar in de natuur. En wij zijn dus niet de bodem aan het uitputten, maar wij houden dat in leven.